Ja, hallo, ik ben Iwan van de Knaap, een van de drie directieleden en eigenaren van Antura, een veredelaar van Anturium en Orchideeën. Namens Antura ben ik ook bestuurslid binnen VNO-NCW Oostland en vanuit die hoedanigheid ook betrokken bij de Greenport. Nou, als Antura natuurlijk sowieso is dat onze connectie als tuinbouwbedrijf, maar ook vooruit VNO-NCW Oostland is natuurlijk de tuinbouwsector heel dominant in deze regio. Ja, en dan is natuurlijk samenwerking en betrokkenheid met een Greenport, die natuurlijk nog wat breder kijkt, natuurlijk heel efficiënt en ja, versterkt elkaar in de doelstellingen die we denk samen hebben. Ja, ik denk dat heel veel thema's zijn belangrijk, maar als er een paar uit mag lichten, kom ik toch uit op de hele infrastructuur en ook misschien wel de energieinfrastructuur. Want dat wordt denk ik wel een knelpunt om de energietransitie die we moeten doormaken om die te realiseren met elkaar. Daarnaast is natuurlijk het beschikbaarheid van voldoende en goed personeel heel belangrijk. Dus we kijken ook naar wat kunnen we samen doen met opleidingen in de regio om toch het toptalent hier te ontwikkelen, maar ook hier goed te laten wonen en te laten leven. Ja, energietransitie is een hele grote opgave en die moeten we denk ik met z'n allen proberen te bewerkstelligen. Dus daar is samenwerking van belang, zeker omdat je via Greenport ook de connectie met de overheid goed bij elkaar hebt en dan samen dat pad kunnen uitstippelen. Biodiversiteit is voor ons als bedrijf natuurlijk, als groen bedrijf natuurlijk heel natuurlijk. Wij leven van alles wat groeit en bloeit. Maar ik denk voor een ieder is dat heel belangrijk. Ook voor het wonen in deze omgeving. Om het groen te houden en daar te erkennen en te beleven wat er allemaal aan mooie natuur hier is in deze regio. Ja, dat moeten we met z'n allen stimuleren. Ja, je ziet ook heel veel zaken zie je digitaliseren. Ik denk dat we het met elkaar in alle facetten bijna tegenkomen. Maar ook om internationaal goed te kunnen werken. Ik denk dat corona dan nog meer bevestigd heeft hoe je op afstand dingen kan doen. Ook in automatisering, in communiceren met elkaar, maar ook in de hele aansturing die we misschien nodig hebben om die hele energietransitie te bewerkstelligen, is dat van belang. En als het even kan ook nog digitalisering in een veilige omgeving, dus cybersecurity doet ook nog wel aardig mee, denk ik.